Een van de kinderen die regelmatig in het Radboud Kinderziekenhuis komt, is Kian Hendricks. Niet alleen voor Kian, maar ook zeker voor zijn ouders, is de stichting Vrienden van het Radboud Kinderziekenhuis van grote waarde. Toen Kian geboren was, een hele moeilijke start gehad. Hij was heel klein en wij konden gebruik maken van een aantal faciliteiten in het kinderziekenhuis. En we hebben veelvuldig gebruik gemaakt van de snoezelkamer. Dat is een hele intieme kamer waar je echt alleen bent met je kind zonder alle witte jassen, alle apparaturen. Gewoon even ja, een beetje het familiegevoel krijgend. En voor mij was dat het indruk dat dat bij het ziekenhuis hoorde. Dat dat echt iets was van, ja, dat hebben zij hier bedacht. En na de hand kwam ik op een gegeven moment zo'n foldertje hier tegen. Daar stond in van, dat onder andere de snoezelkamer door hun was gedaan, zoals dat was genoemd. Toen had ik echt zoiets van, oh, hoe zit dat dan? Toen ben ik het aan artsen gaan vragen en die gaven inderdaad aan dat die stichting er was en die ook daar heel veel voor doet. Meisje wil graag het Zwanenmeer opvoeren. En dan hebben we op een gegeven moment, heb jij je eigen balletspullen bij je? Nou, nee, ik neem geen balletspullen mee naar het ziekenhuis, dat is niet het eerste wat je doet. Een van onze mensen op de fiets naar de stad toe, zo van, hallo lieve middenstander, we komen met het verzoek dat we graag een balletpakje van u lenen. Die was bereid om het pakje op onze blauwe ogen af te staan, deden zelfs nog schoentjes bij die het kind mocht houden. En dan ga je dus terug en dan regel je wat publiek. Dus nou, tot zijn mama en papa zaten er sowieso al, maar dan nog een paar mensen van ons, hè, dat het allemaal zoiets heeft van tada. Dat zo'n kind ook echt denkt van ik ben hier aan het optreden en dat is wat. Zo probeert KinderTV te werken en dat is een beetje à la het facilitair bedrijf, zou je kunnen zeggen, van zo'n kind. Naast het realiseren van diverse projecten moeten ook reeds aangeschafte materialen onderhouden worden. Hele kleine dingen, die zijn vaak of net stuk. Of ja, er lopen ook kinderen die gewoon ja, dingen stuk maken omdat ze gewoon, ja, ze hebben geen leuke tijd. Dus andere dingen, dat moet ook kunnen. En dat gebeurt. Dat moet eigenlijk gemaakt worden. Ja, daar is weer geld voor nodig. Dus de initiatieven zijn genomen. Ja, je wil graag dat het door blijft gaan en dat het leuk. Kian is altijd heel frustrerend als het balletje van het voetbalspel weer weg is. Het is heel kleins, het stelt niks voor, maar ja, het moet wel gebeuren. Het gaat er helemaal niet om hoeveel iemand geeft. Wij willen heel veel bedrijfsvrienden zien te krijgen. En dan zal dat totale bedrag wat eruit komt ons in staat stellen om voor de zieke kinderen heel veel te kunnen doen. Wilt u meer informatie hebben over de projecten of wilt u vriend worden? Neem dan contact op met de stichting Vrienden van het Radboud Kinderziekenhuis.